Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 1 augustus. Veel bewolking boven Nederland waar zo af en toe de zon eventjes doorbreekt. Dat is het weerbeeld voor vanmiddag. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is een kleine kans op een enkele bui in het zuidoosten van het land. Meer buien vallen er in Duitsland. Daar men moet rekening houden met noodweer in de loop van de middag. Dat kan zomaar gebeuren. En kijken we nog meer naar het oosten, dan zien we juist dat het heel zonnig weer is. Nauwelijks bevolking aanwezig en de temperaturen lopen dus ook hoog op in het oosten en zuiden van Europa. Zo hoog zelfs dat er ook diverse waarschuwingen uitstaan. In Italië bijvoorbeeld zien we veel code oranje in verband met de hitte. En ook in de Balkan is het erg warm met temperaturen die makkelijk oplopen tot boven de 35 graden. In het noord. Oosten van Spanje, daar zien we ook een code oranje, maar dat heeft met buien te maken. Maar morgen dan komt de warmte weer helemaal terug in het zuiden van Spanje. Dan kan de temperatuur weer makkelijk oplopen tot boven de 40 graden. In de komende dagen komt er eigenlijk weinig verandering in het weerbeeld. Het is dan droog en zonnig weer in de landen langs de Middellandse Zee met temperaturen die makkelijk oplopen tot boven de 35 graden. Dat geldt dus ook voor Griekenland en Turkije. Ja, in onze omgeving is daar geen sprake van, van Vanmiddag is het zo'n 21-22 graden en vanavond ligt de temperatuur rond de 20 graden als de zon ondergaat. Er staat niet veel wind en er zijn wolkenvelden en opklaringen. Heel misschien valt er nog een enkel buitje in het oosten, maar die kans is niet al te groot. Vannacht blijft de minimumtemperatuur steken ergens tussen de 12 en de 16 graden. Er zijn wat wolkenvelden die overtrekken en mogelijk valt er in het zuiden van het land nog een spatje regen. Morgen overdag, dan blijft het op de meeste plaatsen droog tot avond. Temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 25 graden. Jawel, zomerse temperaturen mogelijk in Limburg morgen. In de loop van de middag wel vanuit het zuidwesten geleidelijk aan wat dikkere bewolking. En in de avond gaat het dan ook vanuit het zuidwesten regenen. En ook de nacht die verloopt dan vrij nat. Maar donderdagochtend is de meeste neerslag alweer verdwenen. Die trekt dan naar het oosten weg en dan klaart het flink op. Maar dat niet alleen, het gaat ook stevig waaien. Er komt een matige tot krachtige zuidwestenwind te staan. En op en rond het Waddengebied kan de wind zelfs af en toe hard zijn, windkracht 7. Maar de neerslagsymbooltjes die u dus ziet op de donderdag, dat is met name voor de ochtend. Want in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden. Vrijdag staat er ook nog flink wat wind. Dan kan er nog een enkele bui vallen. Verder zonnige perioden in stapel. Wolken en vanaf zaterdag neemt de wind af. Dan wordt die overwegend matig uit het zuidwesten. De temperatuur ligt dan tussen de 20 en de 24 graden en er kan een enkele bui vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u nog een fijne dag.